Joensuu in Finland 1991. De machtige Odie Wilson zet een tijd neer bij het aanbeeld tillen die te snel blijkt te zijn voor de drievoudige sterkste man van de wereld, Jon-Paul Siegmarsson. Never overlook me. Never. Because I'm always a threat. That's why they call me the nightmare. But they don't know what I'm gonna do. No one knows. They go to bed at night and they dream about me. Because I worry people. They don't understand. How is OD gonna do? What is he gonna do? How is he gonna turn up? Is he in shape? They don't know. Right now, everybody is worrying about me because I'm a nightmare. Toch zal de IJslander de competitie weer in zijn voordeel beslissen. Het laatste onderdeel waarbij Odie een voorsprong heeft van 5,5 punt brengt de beslissing. Met slechts een half punt mist Odie de titel van sterkste man van de wereld. I am the strongest man on the planet. There's nobody stronger than me. Nobody. Nobody. I'm the strongest man on the planet. Gedenkwaardige woorden zoals die werden gesproken in Finland. En hij is er weer bij, Odie Wilson. Goedenavond allemaal. Voor de nieuwste aflevering van de sterkste man van de wereld zijn we ditmaal op Tenerife. Met een oppervlakte van ruim 2000 vierkante kilometer, het grootste eiland van de Canarische archipel. Omgeven door de Atlantische Oceaan en zo'n 200 tot 300 kilometer verwijderd van de Afrikaanse kust. Viva Tenerife, viva, viva Tenerife. Viva Tenerife de las Canarias maravillosas. Viva Tenerife, viva, viva Tenerife, viva, viva Tenerife de las Canarias maravillosas. Tenerife is evenals Gran Canaria provincie van Spanje en omvat verder nog de eilanden Gomera, La Palma en Hierro. De hoofdstad is Santa Cruz en de hoogste berg met 3718 meter, de Teide, hier achter mij. De bevolking bestaat uit Spanjaarden, Portugezen, Berbers en Guanchen. De oorspronkelijke bevolking van dit eiland, waarvan men niet zeker weet waar ze vandaan komen. De een zegt uit Noord-Afrika, de ander zegt uit Libië of Egypte. En anderen beweren weer dat het rechtstreekse afstammelingen zijn van de Vikingen. Hoe het ook zij, het waren mensen met een groot postuur en ze waren sterk. En is die laatste eigenschap wellicht een overweging om hier te zijn? Maakt u opnieuw kennis met 8 ongelooflijke krachtpatsers uit 8 verschillende landen. Een nieuwe IJslander als vervanger van de viervoudig sterkste man van de wereld, Jon-Paul Siegmarsson, die geblesseerd is. 28 jaar, 130 kilo en 1 ambitie, ook de sterkste worden, Magnus Ver Magnusson. Eveneens een nieuw gezicht uit Engeland, als vervanger van Jamie Reeves, die 2 jaar geleden in Spanje de sterkste was. Hij is sportleraar in een van de beruchtste gevangenissen van Engeland. 30 jaar, 130 kilogram zwaar, uit Wales, Gary Taylor. 6 jaar lang was hij het inspirerende hoopje van Ilka Nomisto. Nu mag je het zelf proberen met Ilka als assistent. 36 jaar, 127 kilo, uit Finland, Markku Suonenvirta. Vorig jaar in Finland was hij de vervanger van Bill Kesmaier, maar pakte zonder voorbereidingen 4e plaats. Meervoudig kampioen powerliften van zijn land en veelvoudig sterkste man. 32 jaar, 150 kilogram uit Denemarken, Henning Torsen. En nog een nieuw gezicht, een boerenzoon die op 10-jarige leeftijd van zijn vader een paar halters kreeg omdat hij sterk moest worden voor de hooibouw. En het is gelukt. 30 jaar, 143 kilo, uit Canada, Greg Ernst. Hij is de man met de dikste biceps, maar liefst 61 centimeter. Kampioen bodybuilding van zijn land Oostenrijk. 27 jaar en 132 kilogram, Manfred Heuvel. We hebben hem al gezien, de man die vorig jaar in Finland op het laatste onderdeel zijn titel verspeelde aan Siegmarsson. De oud-wereldkampioen powerliften. 37 jaar, 182 kilo, uit de Verenigde Staten, Odie Wilson. En tenslotte de Nederlandse vertegenwoordiger. Gedeeld tweede bij de sterkste man van Nederland in hinderlopen en glorieus winnaar op Ameland. 36 jaar, 155 kilo, uit Vlaardingen, Ted van der Parre. Eén ding is zeker, hij is de langste man die ooit aan de sterkste man van de wereldcompetitie heeft meegedaan. Ted, is dat een voordeel? Ik neem aan dat met sommige voordelen, met sommige onderdelen een goed voordeel, andere waarschijnlijk een nadeel. Maar het is bekend, dat heb ik vaker gezegd, deadlift en iets boven mijn hoofd, dat is gewoon vanwege mijn lengte gewoon moeilijker.
Maar andere onderdelen, zoals die, het eerste onderdeel, dat late onderdeel, dat moet een voordeel zijn. En ook die andere onderdelen die met hoogtes te maken hebben, dat komt wel goed uit de verf. Mag ik zeggen dat er voor jou een lang gekoesterde wens in vervulling is gegaan door hier te staan nu in Tenerife? Ja, daar heb ik zo'n beetje, met al die wedstrijden bij ben ik begonnen. Dat is zo'n 8-9 jaar geleden. Dus, en eindelijk sta je hier dan. De droom is uitgekomen. Tenerife, een eiland met historie. De Feniciërs en de Romeinen waren al bekend met de ligging van de Canarische archipel. Toch zou het tot de 12e eeuw duren alvorens Moorse kooplieden hier voet aan wal zouden zetten. Echt veroverd werden ze in 1402 door een zekere Jean de Betancourt, die door de koning van Castilië werd aangewezen als hoofd van de Canarische eilanden. En na bijna een eeuw van twisten tussen Spanjaarden en Portugezen werd Tenerife in 1495 definitief Spaans bezit. Voor het eerste onderdeel zijn we in het noordoosten van het eiland, waar de stranden over het algemeen bestaan uit lava en kalksteen. Op de Playa de las Teresitas is speciaal voor de toeristen het zand aangevoerd uit de Sahara. En hier gaan we aan het werk met een heleboel zware voorwerpen. On your march and get set! En we vallen gelijk met de deur in huis. De eerste mars tussen Odie Wilson op de voorgrond en de 2 meter 13 lange Ted van der Parre. Het is een combinatie van kracht en explosiviteit. In het verleden was dit met name het onderdeel van mannen als Ab Wolders en Jon-Paul Sigmarsson. Een lichte voorsprong voor Van der Parre, die van tevoren alle attributen in de juiste volgorde in zich heeft opgenomen. Ze zijn allemaal verschillend van vorm en 100 kilo zwaar. Voor allebei nog 3. Hoe hanteer je zo'n ding en waar pak je de winst? Het is niet alleen maar dom sjouwen, maar je moet ook je koppie gebruiken. Een moeilijk vat met een heel smalle rand om vast te pakken. Voor Van der Parre wacht het betrekkelijk gemakkelijk te hanteren biervat. En hier pakt hij dan ook zijn voorsprong. Kijk wat een gat Odie Wilson hier laat vallen. En tenslotte een zogenaamde koppeling van 100 kilo. Van der Parre wint in 1 minuut en bijna 5 seconden. Goeie tijd. Het moet een goede tijd zijn. Dat is heel zwaar. Heel zwaar. Maar belangrijk in het eerste klapje, Odie, hè? Ja. Eerste klap is een dalen waard. De tweede mars met op de voorgrond de Canadese boer Greg Ernst en zijn tegenstander Henning Thorsen uit Denemarken. Thorsen die vorig jaar als invaller dus zo goed als onvoorbereid vierde werd in Finland. Dit jaar is dat anders, want dankzij die goede prestatie werd hij nu op tijd uitgenodigd en kon hij gaan trainen. Greg Ernst, die als 10-jarige dus halters kreeg van zijn vader en daardoor onder andere kampioen powerliften en armworstelen werd in Canada. Een lichte voorsprong voor de Deen, die kiest voor deze manier van sjouwen. Ja, en nu gaat ook het uithoudingsvermogen een rol spelen. Wie heeft de meeste lucht en de meeste controle? En dan het laatste voorwerp voor de 2. Thorsen wint met 1 minuut 6 op 3 seconden gevolgd door Ernst. Van der Parre heeft nog steeds de beste tijd. Ja, even lekker in de verkoeling. Ik sta een beetje erg warm met een hoop mensen om je heen. Daar kan ik niet zo erg best tegen. Daar ben ik een beetje benauwd van. Dus ga ik lekker rustig in het strand zitten, lekker onder een boompje. Lekker bijkomen en horen wat die andere jongens aan het doen zijn. En zo kom je lekker weer tot jezelf. Nog 2 man te gaan en dat zijn goede kansen hebben om het op slaan te onderdeel. Gary Taylor is ferry of is erg snel. En die IJslander is ook bekend, die is ook vrij snel. Dus het, ik wacht de spanning even af. De derde mars met Magnus Sven Magnusson in het rood tegen Gary Taylor. Als Magnusson in de voetsporen wil treden van zijn illustere landgenoot Sigmarsson, dan zal hij een aanval moeten ondernemen op de snelste tijd. En dat is die van Van der Parre. 1 minuut en bijna 5 seconden.
En wat is hij snel, die Magnusson? In zijn hele aanpak en motoriek doet hij denken aan Sigmarsson. Aanmoedigingen van Hjalti Arnarsson, de vroegere helper van Sigmarsson. Er staat nu Magnusson bij. Het is een klein clubje. Een duidelijke voorsprong van Magnusson op Gary Taylor. En het verschil zit hem in deze twee vaten. De IJslander voelt zich zo sterk dat hij het moeilijkste vat voor het laatst bewaart. En kijk, ongelooflijk, ruim binnen de minuut. En Gary Taylor lijkt zijn kruid verschoten te hebben. Hij krijgt het biervat nauwelijks op de laadbak. Maar tenslotte lukte het toch na 1 minuut en 55 seconden. Maar dit is de grote winnaar. Magnus Beating. Ted van der Parren, my country fellow man. I'm not very happy. Well, I looked at Ted and I saw he was quite fast. But I have an advantage because I had to go last. Yes. So I could see the mistakes the other did. And you are this is one of my favorite events. Het was te verwachten. Ik wist van hem dat hij goed snel was. Dat hij zo verrot snel was. Dat hij... Ja, is heel knap. Inderdaad, heel knap, want Manfred Heuberl en Marco Sonnen Virta zouden die tijd bij lange na niet verbeteren. En daarom deze uitslag. 1 Magnusson 8 punten, 2 Van der Parren 7, 3 Thorsen met 6. Opvallend is de voorlopig tegenvallende plaats van Odie Wilson. You were a track runner, you play basketball, and you were a boxer. What made you decide to put on weight? Well, actually what happened was when I was in the military, I met a guy named Carlos Green. And what he would do, he had his girl. Well, actually, he didn't do it. His friends would do it. They had their girlfriends. They used to go down to the gym. And I was a pretty big guy, but I never lifted weights or anything. So they would show me in front of their girlfriends lifting more weight than me, and it would make them look good in front of their girlfriends. So what they didn't know is at night, I would sneak back to the gym and train and train and train until one day I went in the gym and they brought their girlfriends down and I lifted more weight than any of them. So it kind of showed them up a little bit. But that's basically how I got started into it. Brett Sewell was the guy that got me to lift heavyweight. I used to be afraid of heavyweight until I met this guy. Once I was squatting 400 pounds, and he told me to look at the weight. He said, man, that's just about as much weight as you weigh. Excuse me. So I went from there, and he taught me a lot about power, discipline, and how not to be afraid of the weight. So once I conquered that, I just took it to another level. Toerisme, het sleutelwoord op Tenerife. De voornaamste bron van inkomsten. Want veeteelt en visserij zijn bijvoorbeeld voor eigen behoeften, terwijl de landbouw maar een paar exportartikelen oplevert. De wijnteelt was 100 jaar geleden omvangrijk, want de druiven waren en zijn nog steeds van uitstekende kwaliteit. Maar in verband met het tijdrovende verzorgen van de wijnstok op de hellingen, het handmatig oogsten en het persen van de druiven met de voeten, bedraagt de oogst nog maar 5% van wat hij eens was. En over zwaar werk gesproken. We blijven op de Playa de las Teresitas en we gaan wijnvaten liften. 110 kilo voor Van der Parren. Met het aanvangsgewicht van 90 kilo had hij geen enkele moeite. En ook nu voorlopig geen problemen. Gary Taylor, de vervanger van Jamie Rees, begon met 100 kilo. En ook voor hen nu 110. En dat is goed en duidelijk uitgestoten. ...110 kilo voor Markus Suonen Virta uit Finland. Met de 90 en 100 ging het al moeilijk. Een vat van 110 kilo op je rug. Op deze manier niet echt prettig. Maar opgelapt door Nomisto staat hij weer op en kan hij door. We maken een sprongetje naar 120 kilo. Odie Wilson's derde beurt. De 100 en 110 kilo gingen zonder problemen.
En dan deed het lijken nauwelijks de twee voorgeschreven seconden, maar Odie krijgt toch good lift. Terwijl deze man toch duidelijk zijn rode vlaggetje opstak. Henning Tors uit Denemarken voor die 120 kilo. Een lekkere lel vooraf en dan moet hij maar. Hij maakt zich, voor zover dat met zijn lijf mogelijk is, heel klein. Voorrollen gaat goed, maar dan het uitstoten. Nee, en het begint er ook niet meer aan. Als het zo'n eerste keer niet lukt, dan zie je maar zelden dat het daarna wel gaat. Burn it, stupid pal. Burn it. It's much more different than the wooden ones. The logs are much, much better. Thank you. Just had a few words. Any more questions, Ben? Control you! Gary Taylor voor 120 kilo. De man was een aantal jaren geleden een voortreffelijk gewichtheffer, maar zo'n vat is net even anders. Take your time and rest wordt er geroepen, maar helpt dat ook? De rode vlag, dus geen goede lift. Taylor valt ook af. It's quite wide as well. There's a press. There's just digging in the arms, there's nothing to push against. Very difficult. Come on, Taylor, you can do it. En hoe gaat het met Manfred Heuvel, de man met de biceps van 61 centimeter? Ook de Oostenrijker houdt het voor gezien. Die Schwierigkeit ist mit dem Aufheben von den Fässern. Die Flange ist zu klein und jetzt kann man nicht reingreifen. Nur dazu habe ich so lange Arme. Und jetzt, wenn man die nicht auslocken kann über den Kopf und das nach einem Arm gebeugt werden muss, das war nicht schwer, das zu halten. Und dazu kann ich jetzt keine Kniebeuge machen, verletzen. Das muss ich aus den Schultern drücken. War das Ganze noch viel schwerer. En dan Van der Parre. Kan hij overweg met dat moeilijke vat van 120 kilo? Met name bij dit onderdeel is een lengte van 2,13 meter geen voordeel. Kijk maar eens wat een lange weg dat vat bij hem moet afleggen. Nou, het gebaar zegt het al, het gaat niet. Je wist ergens dat dit het niet was. Ja. Kijk, zijn vingers ook ons weg. Alle rand? Ja, te smal. Het is te veel werk om... Maar uitstoot, je kan niet. Je hebt geen grip op, hè? En je zag op die andere jongens, dan gaat hij wel zo mee. He's a tough guy. Een vat met een staaf. 125 kilo. En kijk hoe voorzichtig en geconcentreerd Magnusson te werk gaat. Hij rolt het vat over zijn borst en stoot hem uit via de rand. Ook deze IJslander lijkt berensterk. Kan Odie hem volgen? Ook die 125 kilo. Het voorrol is goed. En dat ook. Denkt hij Magnus bij te kunnen houden in de race naar de titel? Magnus is real tough. So, it's gonna be a battle all the way through this thing. Odie, what's the trick behind it? Just put it over your hair, it's no trick. That's the only trick. That's it, just... What's the technique? Well, I think the key is to get it to your shoulders. I think once you get it to your shoulders, you can put your legs into it and you can clear it. En dan zien we Magnus aan het werk met 130 kilo. En de bewondering is er bij de anderen. En wat gaat dat makkelijk. Odie weet wat hem te doen staat. 130 kilo. En hij zei het al, de bovenbenen en de schouders, die moeten het doen. Thank you.
Odie. Daar gaat het om. Daar moet hij hem eerst hebben. Maar dan. Dat machteloze gebaar. En dus wint Magnus Sven Magnusson ook het tweede onderdeel. De uitslag. 8 punten voor Magnusson en 7 voor Odie Wilson. Ted van der Parre boert toch nog redelijk goed met 4 punten, want maar liefst 5 man eindigen gelijk. Marco Suonenvirta is laatste met 1 punt. Your outburst of joy reminds me of Jan-Paul Zikmarsson. That must be the Viking club then. You are the new Viking? That's it. New king? We'll see about that. Voorlopig is hij nog voorzichtig, maar hij staat wel duidelijk aan kop met 16 punten. Ted en Odie volgen met 11, Torsen met 10, Ernst met 9 en dan de rest. You are very eager to become the first strongest man of the world as a black man. Explain that. Well, we had a guy that came over here named Grizzly Brown, who did a lot of things, you know. And I know Grizzly. I mean, I have never met him face to face, but I know him. And he tried and tried to win it, and he couldn't win it. I would like to be the first black man to do anything. Not only the world's strongest man, I'd like to be the first black president, as far as that goes. But the thing is, being black and having an opportunity to be the first black man to win the show, to do a lot for me and my people. So that's really what I try to do. I try to strive for that. Because in America, I know you hear the news and you listen to the news, we're losing a lot of our youth to drugs. We're losing a lot of our youth to alcohol, and we're losing a lot of our youth to killings in the street. Gang shooting, gang violence. So if I can show somebody that I was once one of those kids and I rose from the bottom to the top, it maybe one of those kids would do the same thing as I did and follow in my footsteps. So being a role model is very important to me. So I would like to be the first black man to win it. De stad van Tenerife is zoals gezegd Santa Cruz met 210.000 inwoners. Een stad met enerzijds historische pleinen en straten en anderzijds ook een stad met futuristisch hoge overheids- en bankgebouwen. Nou, elke Spaanse stad, zichzelf respecterend, heeft natuurlijk wel een Plaza de España. Santa Cruz is ook, en hier gaan we vrachtwagen trekken. En we doen dat in de buurt van het monument van de Spaanse Burgeroorlog. We zien hier Greg Ernst in zijn tweede mars tegen Manfred Heugel. De vrachtwagen die ze vooruit moeten trekken weegt 6,5 ton en ze hebben daar in principe 90 seconden de tijd voor. In de eerste mars was de Oostenrijker ruim 4 seconden sneller dan de Canadees. Maar het lijkt alsof die rechterbaan net wat sneller is dan die linker. Vandaar dat het maar goed is dat ze twee marsjes trekken. De tijden worden dan bij elkaar opgeteld. Kijk eens naar Ernst in de looppas. Hij is nu ruim 3 seconden sneller dan Heuberl. Je hebt de eerste serie gezien, heb je ervan geleerd? Nou, van leren. Ik weet welke fout die jongen heeft gemaakt, die man, dat weet ik wel. Kijk, het is natuurlijk een gegeven met vrachtwagen. Ik moet kleine stapjes nemen, dan proberen sneller te maken. Maar hij begon nog gelijk wel grote stappen te maken. Ja, dan kom je niet zo goed van weg met je tijd. Jij bent ook groot, je maakt die grote stappen niet? Nee, ik maak vrij kleine stapjes. Wat doe je? Je laat je voorover vallen? Ja, ik ga in een halve squatpositie staan en dan laat mij helemaal op de grond vallen. Zodra die startsein wordt gegeven, dan ga je kleine stapjes fijn maken. En dan probeer ik toch te versnellen en dan probeer een grotere stap te maken, maar in hetzelfde tempo. Marcus Suonenvirta dan is een race tegen Gary Taylor. De eerste manche was voor de Welshman. Maar nu is de Fin duidelijk sneller. Kijk Taylor hier eens worstelen. De vloeiende beweging is helemaal weg. Hij is bijna 10 seconden langzamer dan Marco en dat betekent dat de gecombineerde tijd over twee manches van de Fin ook beter is.
Ook de kinderen op Tenerife kijken met ontzag naar die machtige gestalte van Odie Wilson, die het hier opneemt tegen de leider van het algemeen klassement, Magnus Ver Magnusson. In de eerste manche was Odie maar liefst 6 seconden sneller dan de IJslander. Maar dit is wel de langzame kant gebleken. Kleine pasjes van allebei, dat is het geheim. We hoorden het van de par al uitleggen. Van de parre die de zaak vanuit een stoel bekijkt. Hij mag straks weer. En dan is Magnus net wat sneller in deze manche, maar het betekent wel dat de totaaltijd van Odie zeer goed is. De beste tot nu toe. Het komt er nu zeer op aan voor Van der Parre. Ja. En nou, bent u nerveus, mevrouw Van der Parre? Verschrikkelijk, ik heb het niet meer. Leeft u met hem mee? Zo. Mijn kop dan meteen. Ja? Ja, mijn knieën trillen. Wat vriezen? Nee, daar bemoei ik me niet mee. Dat doet Gerrit en Charling. Nee, ik vraag alleen of hij iets wil eten of drinken of wat ook. Verder laat ik aan hun over. Daar bemoei ik me niet mee. Dus wat hij het zegt, dan heb ik het gedaan. Je hebt ook nog speculaas voor hem bij me. Tuurlijk. Dik speculaas is die gek op, ja. En wat nog meer? En wat nog meer? Nou, ja, een kauwgompje. En zoute pinda's. Ja, dus het was een beetje gelukkig. Wat kun je meer doen, behalve dan hard trekken? Gewoon kop erbij houden. Dat is het belangrijkste. Goede start maken en weg ermee. Okay. Gelooft u erin? Ja, als ik er niet in geloof, dan zat ik hier niet. Nee, dan zat ik nou voor de buis thuis. Dat is de juiste instelling. Ja, nee. Ted's moeder gelooft er in ieder geval in. En is dat de voorbode voor een goede prestatie? Ted heeft een uitstekende tegenstander in de persoon van Henning Torsen. In de eerste manche maakte Ted de snelste tijd van allemaal. Maar dat was aan de goede kant. Voorlopig lijkt het nog gelijk op te gaan. Maar hier zien we duidelijk dat Torsen uitloopt. En hoe? ...23 seconden, een ongelooflijk snelle tijd. En Ted? Ruim 6 seconden later. Ja, een paar tienden van een seconde. Dat kost je tweede plaats, wordt ineens derde. Dat valt tegen. Dat valt vies tegen. Je had gedacht dat Odie de zwaarste bedreiging zou zijn, ja. En het werd een Deen. Er komt weer een Deen tussendoor waggelen en die pakt eigenlijk de eerste plek weg. Dat is vervelend. Torsen, de Deen, pakt 8 punten. Odie wordt tweede en krijgt 7 punten. Ted derde met 6 punten. Magnusson vierde met 5 en vervolgens de rest. The basis was a very good first heat. Yeah, that's why I chose the heavy one to get a good first heat, because I knew if you take the low one first and go for the heavy one, then you will be tired for the heavy one. And on the heavy one you have to need your power, your muscles. In the second one you can use your speed. Het vrachtwagentrekken brengt Odie en Torsen op 3 punten van Magnus Ver Magnusson. Ted handhaaft zich in de kop met 17 punten en de rest lijkt al enigszins op afstand. You told me you were a former bodyguard of Michael Jackson. Tell me, what was it like? Well, Michael is a very electrifying person. I mean, you know, the name Michael Jackson is just draws people. And it was scary because it's amazing to see a guy of this magnitude draw such a huge mirage of people. I mean, of all ages. The guy's just phenomenal. He's a very nice guy. He's to himself. He don't talk very much, and he's just into himself. And I think what he does now is he really enjoys his life, enjoys what he does. But it was a real, it just was an electrifying experience. I loved it. You still like his music? Oh, yeah. I'm waiting on the next album. Watching The Strongest Man of the World on TV, most of the Dutch children were on your side. Have you got any explanation for that? Do you like children? I love children. I mean, I focus my life now, I'm 37 years old. My life now is based on having kids. I mean, what we do is not important now, because we're set in our ways, we're set in our life. But so many kids these days is being led astray until we got to do something to bring them back and put them in the right direction.
And if anything I could do to do that, I would do it. That's just my philosophy on how we should deal with kids. And I don't think it's only our responsibility as athletes. I think it's every adult responsibility to latch on to just one kid. Can you imagine what would happen if every adult just latched on to one kid and said, look, we're gonna try to steer you in this direction right here. You almost wipe out most of these problems that we're having. So yeah, I really do, I'm in the kids. I just am. You know, they're gonna be running this country when we are dead, so we gotta make sure they do it right. Begin van de tweede dag en we zijn daarvoor in het hart van Tenerife op 2500 meter hoogte. Rondom mij heen ziet u een vulkanisch toneel dat 300.000 jaar geleden ontstaan is. Het is uitgeroepen tot beschermd gebied en met een omtrek van meer dan 45 vierkante kilometer is het een van de grootste parken van Spanje. Officiële naam, Parque Nacional de las Cañadas del Teide. De Teide, die berg van 3718 meter. De bodem bestaat uit gestolde lava. Het geheel maakt een bizarre indruk en wordt vaak vergeleken met een maanlandschap. Toch groeien hier nog 45 verschillende soorten planten, waarvan bezemheide, die licht te plukken boven het oppervlak, de voornaamste is. En in dit grillige steenmassief gaan we deadliften. Natuurlijk met stenen. Vechten, come on. De deadlift, een van de drie statische onderdelen van het powerliften. Als Van der Parre zich opmaakt voor 350 kilo zijn Marco en Greg Ernst al afgevallen. En op de voorgrond laat Odie zich masseren. Wat zien. Van der Parre grijpt naar zijn vinger die bij het vaten tillen uit de kom is geschoten. En dat is een handicap. Kom op, hè! Kom aan! Maar opgeven? Nee, want elke plaats is er immers één. Jammer, hij zal zijn punten moeten delen met Marco en Ernst die ook tot 340 kilo kwamen. En dan ijs om de pijn en de teleurstelling te verzachten. Manfred Heuberl. Op nogal hardhandige wijze moet ingesproken door Greg Ernst. De 350 kilo sloeg hij over en hij gaat nu voor 360. Het lukt niet. En ook voor de Oostenrijker een lichte blessure die om behandeling vraagt. Magnusson meldt zich voor 380 kilo. Ik heb zo'n schmerzen in mijn rücken. Het is einfach schlimm. Op mijn eerste versuch heb ik gedacht, jetzt zieh ich es noch hoch, aber da kriegst du einen Stich. Ist einfach aus. Keine Probleme mit dem Halten, nichts. Ist einfach im Rücken, sind die Schmerzen da. Versucht sie schon wegzuspritzen, aber es wird nichts. 380 dus voor Magnusson. In 89 en 91 Europees kampioen powerlift in de klasse tot 125 kilo. Dit lijkt een ABC'tje voor hem. Zo doen ze dat bij ons op IJsland. Overtuigend. Odie Wilson voor die 380 kilo. Ze zeggen de sterkste man op de planeet. You know, it's raw power. I mean, running, of course, is and the speed events, of course. In raw power, you can't beat this. Paul Odie, come on! He's a 900 deadlifter, you see, so that's 410. En dat waren woorden van het zog van Greg Ernst voor OD. En dan Gary Taylor uit Wales nog volop in de race voor de eerste plaats op dit onderdeel. Ook hij, 380 kilo. Ooit was deze man vierde bij de Mr. Universe verkiezing. En hij redt het. I'm not a deadlifter. I'm gaining points here, which I thought I wouldn't. And yesterday I lost points, but I thought I'd gain them. So it's hand in hand at the moment. Hopefully I can pick a few more points and somebody else might drop out. Is this your favorite event? No, it is not. This was my worst event coming out here. So I'm hanging in there. Odie Wilson for 400 kilo. Nee, Odie maakt het vertrouwen dat Ernst in hem had niet waar. De 410 kilo komen niet probleemloos, want hij blijft steken op 380. De grote vorm van Finland lijkt niet aanwezig.
Hardhandige aanmoedigingen voor Henning Thorsen, want die zit er ook nog steeds bij. De Deen heeft 4 beurten gebruikt om bij die 400 kilo te komen. En 6 is het maximum. Ook voor hem blijft het bij 380 kilo. Over dan nog Magnusson en deze Gary Taylor. Come on, yeah, come on, come on! You work it. De Welshman heeft echter nog maar 1 beurt te goed, zijn 6e. En die gebruikt hij om de 410 kilo te halen. Taylor kan ze geweldig opladen. Psyching up, zeggen de Engelsen. Zo makkelijk. En wat lijkt het nu jammer dat Taylor zijn 6 beurten gehad heeft. Magnus pakt het tactisch goed aan en springt nu naar 420 kilo. What's this one? What's this? 420. Gary, do you think you will lift it? Yeah, I think he will. Good competitor, Magnus. I'm going to shout for him anyway. I hope he doesn't, but I think he will. So it means it was your last turn? Yeah. I've done better than, far better than I thought I would, so I'm over the moon. Enjoy 7 it. Points. I'm enjoying it. It was that beer I had last night. Come on, Magnus! Come on! Yeah. Come on! Do it! Hij neemt een risico met die 420 kilo, Magnus. Als hij het niet haalt, valt hij terug naar de al eerder bereikte 400 en is Taylor eerste. De Viking blijkt opnieuw overtuigd van zichzelf. Bij ons op IJsland, et cetera, et cetera. En de gelukwensen van Taylor. De uitslag 1 Magnusson, 2 Taylor, gevolgd door Odie Wilson en Thorsen met gedeeld 5,5 punt. En dan Heuberl, Swan en Virta, Ted en Ernst met gedeeld 2,5 punt. De sympathieke Odie Wilson, ze willen allemaal met hem op de foto. De stand na 4 onderdelen. Magnusson vergroot zijn voorsprong op Odie en Thorsen tot 5,5 punt, terwijl Ted volgt op 9,5 punt. Een grote kloof. De kloof is groot, maar ik moet ook zeggen, Magnusson is verschrikkelijk goed. Hij is verschrikkelijk goed bezig, die jongen. Zijn motorie klopt, alles klopt bij hem, hij is er gewoon. Alles wat hij doet, doet hij even goed. En ik denk dat 9,5 punt, het is ver weg. Maar ik kom in de buurt van hem. Op weg van de Berg Teide naar Puerto de la Cruz vinden we deze eerbiedwaardige drakenbloedboom van Icot de los Vinos. Een botanische bijzonderheid met een ronde kruin van puntige harde bladeren. Ofschoon de boom geen jaarringen heeft, weet men toch zeker dat hij 3 tot 4.000 jaar oud is. En daarmee de oudste boom van Spanje. Zijn leeftijd is namelijk bepaald op grond van het groot aantal vertakkingen. Een snede in de schors van de boom levert een bloedrood sap op dat door de Guanchen, de vroegere bewoners, werd gebruikt om de doden te balsemen. Wel, voor onze deelnemers in Puerto de la Cruz is er natuurlijk geen drakenbloed, maar zand. Veel zand en daarmee gaan ze weer stevig aan het werk. Still dreaming of your goal of being the strongest man of the world? Oh yeah, I've been dreaming it now for a couple of years and I'm still dreaming it. And maybe one day it'll happen. It may happen this time around, may not, but if it don't, I'll come back next year and try it again. Om te beginnen gaat er bij dit 5e onderdeel een zak met 100 kilo zand op de schouders. Het eerste paar, Ted van der Parre en Greg Ernst. De lengte van het parcours op de Avenida de Colón in Puerto de la Cruz, 35 meter. Bij het keerpunt staat een soort kruiwagentje met 560 kilo ongeregeld. En dat moet in de ideale lijn worden gehouden. Bij Ted lukt dat duidelijk niet, hij lijkt zijn voeten verzwikken. Janik van der Bos schreeuwt er vooruit, want Ernst gaat al over de finish in ruim 26 seconden. Ted heeft 4 seconden meer nodig en hij lag zo goed. Het draaide weg en nou mijn voet weer. Dus
doen wel hebben vandaag. Ja, heb je niks bespaard? Nee. Het ging zo goed. Schoot hij uit je handen? Wat gebeurde er? Nou ja, ging uit balans. Ik ga corrigeren als ik mijn voet dubbel. Ja, dat was de... Was hij misschien te snel? Nee, dat denk ik niet. De gang zat er goed in, maar... Hé, nee, maar niks bespaard. Wat doen de anderen, zoals Magnus Ver Magnusson in zijn race tegen de Finn Markus Luonnonvirta? Een lichte voorsprong voor Magnus bij het keerpunt. Blijft hij in de goede lijn? Het gaat goed, hij neemt afstand van Marku. De tijd ruim 23 seconden en dat is dus sneller dan Van der Par en Ernst. Marco, aangemoedigd door Ilka, finisht in 30-72 honderdste. Langzamer dan Ted. We might be able to beat you. Gary, maybe. I don't know. Maybe OT. Because of his body weight. En dat Magnus Odie noemt is verrassend, want juist op het looponderdeel verloor Wilson vorig jaar de competitie in Finland. Zijn tegenstander Henning Thorsen. Een duidelijke voorsprong voor de Deen. De te kloppen tijd is die van Magnusson, 23-65 honderdste. Thorsen is snel. Hij heeft vergeleken met vorig jaar gewonnen aan kracht en snelheid. Oh ja, nog even. Het karretje weegt slechts 560 kilo. Toch bijna 2 seconden langzamer dan Magnus, terwijl Odin nog net 1 seconde sneller is dan Ted. Thors is kwaad op zichzelf. Zijn aspiraties reiken verder dan Odin. I don't care about Odin. Not in this one, he can't run. I wanted to take him. It's gonna be difficult now. 25-4-4. Oh, fuck, that was slow. Gavley gonna beat that as well. Thorsen is niet tevreden, het is duidelijk. De laatste twee, Manfred Heuberl en Gary Taylor, en let vooral op hem. Kijk maar, zo snel is hij. De beste tijd nog steeds die van Magnusson, 23-65 honderdste. Taylor zorgt hij voor een verrassing. Jazeker wel, de Welsman is bijna 1,5 seconde sneller dan de IJslander. En Manfred Heuberl houdt de schade deze keer beperkt. Maar petje af dus voor Gary Taylor, die Magnusson op een van zijn sterkste onderdelen aftroeft. Ja, yep. Coming back now. Yesterday, as you know, bad day. I think I was a bit too nervous. I relaxed last night. And I'm showing what I really worth. Two good events, good one tonight. I'm coming back. Zo, dat was mannentaal. I'm coming back. Taylor wordt als eerste met erachter Magnusson, Thorsen, Ernst, Heuberl, Odie, Van der Parre en Luonnonvirta. Voor Ted werd er dus weer een tegenvaller. Normaalwijs moet het gewoon, zo'n onderdeel ook, het legt me gewoon heel goed en dan gaan we er lekker in. Maar ja, ineens is de gang eruit omdat je weer een plekje zwak wat ijsbegoed moet zitten. Dus, ja. Maar je moet verder. We gaan verder. De ijsstreep halen, want dat is wel simpel zo. Of op geen enkel of weet ik veel wat, maar we gaan door tot de eindstreep. We gaan door tot de eindstreep. Magnusson vergroot zijn voorsprong. Zijn directe belager heet nu Henning Thorsen, gevolgd door Odie Wilson, Gary Taylor en Ted van der Parre. Ik vertelde u in het begin dat de landbouw weinig oplevert aan export. Maar de banaan is een goede uitzondering, want maar liefst 200.000 ton per jaar gaan naar het vasteland van Europa. En niet voor niets bepaalt de bananenboom het beeld van het vruchtbare noorden. En over bananen gesproken. Bij het zesde onderdeel, de bekende crucifix, moeten de deelnemers namelijk 2 trossen bananen van elk 13,5 kilo vasthouden. We zien hier de Oostenrijker Manfred Heuberl en hij staat hier in de tuin van het pretpark Lago Martianes in Puerto de la Cruz. De Oostenrijker met de biceps van 61 centimeter gaat beter presteren. Ook hier doet hij het niet slecht.
Tijd 28.62. En daarmee is hij maar 2 seconden langzamer dan Ted, die dan al geweest is. Odie Wilson dan. Oh, een pijn scheurt en hij grijpt naar zijn zij. Na ruim 4 seconden. Medelijden vergezelt de Amerikaan die, zoals gezegd, niet in vorm is. My back is just hurt too bad. You know, I can't do it. It's hurting too bad. I know how you feel. Yeah, I'm highly disappointed. I shouldn't even be here. You know, I feel so embarrassed about the whole thing. But I'm just finished. Het onderdeel gaat verder met Gary Taylor, die met zo'n opmerkelijke revival bezig is. En ook deze tijd mag er zijn, 34.72, de beste tot nu toe. Alle aandacht nu voor Magnus Magnusson, de leider van het klassement. En u hoort Hjalti. 36.77 en ruim 2 seconden langer dan Gary Taylor. En Greg Ernst is niet voor niets kampioen armworstelen van Canada. De laatste man tenslotte, Markku Suonenvirta uit Finland. En kijken we naar de klok, komt er weer een verrassing. En hij spreekt zijn talen. Markku, a fantastic performance. Congratulations. Thank you very much. Thank you very How do you feel? Very good, because tonight, sunshine for me, you know. How did you do it? Such a long time. I stayed there about 40 seconds. Weinig aan toe te voegen. Markku wint het onderdeel en blijft jongens als Magnus, Gary Taylor en Ted van der Parre ruim voor. Ted kwam tot 30.52 op het onderdeel dat hij bijvoorbeeld op Ameland won. Een vrij zwaar trosje banaan, hoor. Ik hou wel een lekker banaantje, maar deze wegen aardig vol schaapje heb je dan. Het algemeen klassement dan. Magnus Magnusson neemt opnieuw afstand van de concurrenten, bij wie Thorsen als tweede nu gevolgd wordt door Gary Taylor. En Markku doet de laatste plaats over aan Heuvelen. Bij het voorlaatste onderdeel wordt er een beroep gedaan op een aloud Schots spelletje. We hebben het al meer gezien. De Stones of Strength, of de McLashan Stones. Laten we maar zeggen, een stukje Schotse folklore op Tenerife. En voor die laatste twee onderdelen zijn we naar het zuiden van Tenerife afgereisd. Een plek met een magische naam bij de vakantieganger, Playa de las Americas. Greg Ernst en de McLashan Stones, kogels van 90, 110, 120, 130 en 140 kilo. Zware kogels die alle vijf op het 1 meter 10 hoge vat moeten worden gebracht. Iets wat in het verleden alleen werd gepresteerd door Sigmarsson, Kesmeyer en Capes. De beste tijd tot nu toe op Tenerife, 24/17 seconden van Gary Taylor. Maar die bleef steken bij 4 stenen. Ernst is met overleg bezig. Ja! Kan niet, de Canadees. Hij moet het van die vijfde kogel hebben, want zijn tijd is langzaam. Het zou opnieuw een verrassing zijn als hij het zou redden. Als hij hem nu laat vallen, is het gebeurd. Uithoudingsvermogen noemen we dat, om nog meer niet te spreken van zijn kracht, 140 kilo. The first time I come up, but I tried it first, then I put it on my knee. Come up, almost. And then I fell down my knee. And kept trying to catch my breath. And then I thought of how happy it would make my wife if I could put that rock up.
And it just gave me that little extra to get it up there. Congratulations. Hallelujah. 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 Een vrolijk baasje, Greg Ernst. Ted heeft voorlopig niks te lachen. Die moet tillen, zijn vierde, 130 kilo. En dat lukt. En de laatste, en Charlie van der Bos daarachter, weet precies hoe het moet. En moeder van de parren is opnieuw lichtelijk nerveus. En nog iemand die hem zou willen helpen. Assistent Gerrit met stopwatch. Maar opnieuw blijft zijn 2,13 meter een handicap. In banden moeten nemen? Nee. Nee. Het gaat glijden. Ik moet het voelen persoonlijk. Een ander probeert lange mouwen of bandages, maar ik niet. Je was hoog met die vijfde. Ja. Maar ik kon. Ik moet niet onderkomen. Zijn tijd 27-38 honderdste, de derde tijd, maar ook Magnusson lijkt weer snel. Maar verrassend genoeg ook hij geen vijfde steen. Wel is zijn tijd sneller dan die van Taylor en van der Parre. En ook die, deze dus, kan die zich nog een keer opladen. U hoort het, hij heeft nog steeds het publiek op zijn hand. En wat is dit? Eigen belang? Wil hij Odie voorbij Magnusson schreeuwen of is hij gewoon sportief? Maar de pijp is leeg, het gaat gewoon niet. En dan blijft er nog één man over, Henning Thorsen, de Deen die alle anderen van advies heeft gediend en aangemoedigd. Sportief inderdaad, maar dan moet je ook wel uiterst zeker van je zaak zijn. Die van 90 en 110 kilo liggen al. Dit is de derde van 120. En de vierde van 130 kilo. En dan die laatste, de vijfde. 140 kilo. En alsof ze niets wegen. Ongelooflijk in ruim 30 seconden. Punten dus voor Thorsen. Ernst ook vijf kogels, maar veel langzamer wordt tweede. Magnus derde en Van der Parre vijfde. Een onverwachte print tussen de vakantiefoto's. Het algemeen klassement met nog steeds Magnus onduidelijk eerste en Thorsen stevig tweede. Het gevecht om de derde plaats gaat tussen Van der Parre, Odie Wilson en Gary Taylor. Het zuiden van Tenerife heeft aan cultuur en historie weinig te bieden. Het is allemaal toerisme dat hier de klok slaat. Stranden, hotels, jachthavens enzovoort. We zijn hier in de Puerto de Colón, de haven van Columbus, waar we een speedboot gaan vlottrekken. Helaas zonder Odie Wilson. Want de man die zo zijn zinnen op deze competitie gezet had, maar eigenlijk na een paar onderdelen al moest erkennen dat er geen kruid was gewassen tegen Magnusson, is zodanig aan zijn rug geblesseerd dat hij zich terug moest trekken. Een blessure die hem eigenlijk al parten speelde vanaf het begin van de tweede dag. Dit is die speedboot. Mooi, duur, maar vooral zwaar. 450 kilo en die 450 kilo moet omhoog. 10 meter de helling op. Ted mag als eerste en moeder van der Parre maakt in de tussentijd nog even een foto van haar zoon.
Hij wordt getrokken via een katrol zonder rem, dus je moet blijven vasthouden. En Van der Parre mag dat dus doen met nog steeds die vinger die uit de kom is. En wie leidt er dan het meest, de zoon of de moeder? Ik zat er nog maar een meter vanaf. Ja, maar dan krijg je dat. Ik ben langer erbij. Oh, de wijze, Jay. Maar het is hele zware grijs is het. Mevrouw Van der Parre, dit was het dan een beetje. Oh, mama, ik heb het niet meer. Ik bip het nog overal. Ja? Heeft hij het goed gedaan volgens u? Hij doet alles goed volgens mij. Ik knul. Ja, moe. Ik blijf je trouw. Heb je zijn blaadjes gezien op zijn handen? Ik voel ze. Hij heeft ze, maar ik voel ze ook. Ik zag u nog net een foto maken. Ja. En van die rotboot ook. Ted komt tot 8,90 meter. En wat kan Gary Taylor? Hij komt verder, de volle 10 meter in 29,68 honderdste. Hij is de voorlopige leider. I think, Gary, Ted's distance must have been your goal. I wasn't going for a time. I knew I had a big Ted, and that's all I was looking for. Time was right. If it took me 2.5 minutes, I wouldn't have cared. I had a big Ted to make sure of my third place. That's all I was going for. It was a heavy, heavy boat. So. Henning Torsen, hij is sterk. Henning Torsen, hij is heel sterk. Hij verbetert de tijd van Taylor met ruim 7 seconden. Henning, 3 wins and still you are not the strongest man of the world. Terrible way to put it, I think. Yes, still I'm not the strongest. Yeah. I didn't make it this time, but I sure as hell will make it next time. Sure. En dat is er dus eentje om in de toekomst ernstig rekening mee te houden. En dan de laatste, de leider in het klassement, Magnus Vermagnusson. De tijd van Torsen is hier voorbij. Maar toch altijd nog goed genoeg voor een tweede plaats. Bovendien, wat maakt het uit? Hij is immers de nieuwe sterkste man van de wereld. Opnieuw een IJslander. De opvolger van Sigmundsson scoort 56 punten, gemiddeld 7 per onderdeel en dat is veel. Torsen is een goede tweede, Taylor had een sterk eindschot en Ted eindigt als vierde. Wilson 5, Ernst 6, Swan en Vierta 7 en Heubrel 8. Maar alle lof voor de Viking. A lot in your country being the strongest man of the world? Yes, it does. Especially now you got 2 guys from Iceland that has won the title. John Paul Sigmarsson and now me. 4 keer al stond John Paul Sigmarsson daar en nu dus Magnus Vermagnusson. Magnus, en dat staat in het Latijn voor groots. I am the strongest man on this planet. There's nobody stronger than me. Nobody. Nobody. I'm the strongest man on this planet. Woorden die Odie vorig jaar sprak in Finland, maar helaas. Het is de Amerikaan niet meer gegeven ze waar te maken via een titel. Een aantal weken na deze opname overleed Odie tijdens een talkshow aan een hartstilstand. Never overlook me. Never. Because I'm always a threat. That's why they call me the nightmare. Want they don't know what I'm gonna do. Hey. Een warme persoonlijkheid was hij, Odie Wilson. This is the last, this is probably the last show you'll see me in for a while. Because I'm planning on going back. Hey, I hope, and I just like to say if there's any kids out there watching anything, man, just grow up to be productive and grow up to be scientists and anything, but whatever you do, have a positive attitude and maybe one day I'll come to your town and see you. Bye-bye. Een weerzien dat dus niet meer zal komen.